Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van zondag 7 oktober. Vannacht is er wat regen gevallen, maar die is inmiddels weggetrokken. Ook de bewolking trekt geleidelijk weg, alleen in het zuidoosten blijft het langer bewolkt. Vanochtend lopen de temperaturen op naar 10 tot 12 graden. De wind komt uit het noordoosten en neemt geleidelijk af naar matig. Vanmiddag is het droog bij geregeld zon. Met 14 tot 16 graden is het dan wel een stuk frisser dan gisteren. Vanavond zijn er opklaringen en de wind neemt dan verder af. Vannacht koelt het flink af. De minima liggen tussen 2 en 6 graden, met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Ook kan er her en der een mistbank ontstaan. Morgen is er geregeld zon en soms ook wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 15 tot 17 graden bij zwakke tot matige zuidwestenwind. De rest van de week ziet er prima uit. Het blijft droog bij veel zon en oplopende temperaturen. Woensdag en donderdag wordt het zelfs 22 tot 25 graden. En dat zijn bijzonder zachte temperaturen voor deze nazomer. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.